We hebben die mooie gebreide ribbeljurk nu ook binnen in een ecru kleur. En dat vind ik dan ook weer heel mooi. Ik was in het begin een klein beetje bang van nou, ik probeer er een paar, want ik vind het niet fijn als het doorschijnt. Maar ze schijnen helemaal niet door. Ik heb zelfs gewoon zwart ondergoed eronder, dus dat valt niet mee. Het schijnt gewoon niet door. En dat vind ik wel heel fijn. Dus we gaan ze gewoon lekker bijbestellen, dat we er voldoende hebben. Want het is echt een heel fijn ding. Ik heb hem zelf in het zand en dan zie ik hier die ecru, dan denk ik ja, misschien ook nog wel leuk om mee te nemen, maar ik kan natuurlijk niet alles in mijn kast hangen. Maar ik ben wel van plan om zulke soort jurken in de winter lekker te gaan dragen, want het zit toch wel heel fijn, moet ik zeggen. Ze zijn 69,95. Als ik me niet vergis, heb ik hier nog één hangen. Even kijken. Jullie zijn deze 69,95. Ja. Ja. En het is een mix van viscose met polyamide. En dat is heel fijn. Een heel fijn, lekker zacht materiaal. En deze heeft dan ook nog wel de looks van wol, zeg maar, als je van dichtbij kijkt. Maar het prikt absoluut niet. Nou is het wel belangrijk, als je gebreide spullen hebt, of er nou wel of geen wol in zit, om het altijd op een wolwasje koud 20 of 30 graden te wassen. Want dan blijft het echt het mooist. Een handwas kan daar niet tegenop. Met een handwas gaat het echt eerder fout dan in een wolwas. Nou, ik heb er een sjaal bij. Het is met een ronde hals, dus vind je het leuk om er een sjaal bij te hebben, vond ik dit wel een hele goeie. Er zit precies de kleur ja, ecru in, maar ook de zandkemmelachtige en dan een goud detail. 19,95, dat is echt een hele goede prijs voor zo'n mooie sjaal. Nou had ik ook nog foto's gemaakt van deze sjaal, die is nieuw binnen. Daar zit ook heel subtiel hier en daar een goud accentje in. En dat is dan bruin met kemmel en ook de ecru erin. Vind ik ook gewoon een hele mooie sjaal die bij heel veel dingen past. He, ik zou het dan gewoon of lekker zo los laten hangen of sla hem gewoon één keer rond je hals en dan zit het eigenlijk al goed. 19,95 zijn die. Dan heb ik er natuurlijk de riem omheen. Dit is de nieuwe elastische riem met ovale goudkleurige gesp. Dit is maat 83 en maat 83 kun je dragen van maat 38 tot en met een 42. Kleine 44, dat ligt eraan waar de 44 precies zit. Maar sowieso tot en met 42. En zeker met gebreide jurken heb je iets meer rek nodig dan met zomerkleding natuurlijk. Nou, hij zit heel fijn, 19,95. Maar ik heb er nog één. Heb je nou maat 36 of 38, dus vind ik dit weer een hele fijne erbij. En ook heel erg mooi moet ik zeggen. Ik doe die riemen altijd zo'n klein beetje schuin zetten, want dan kleedt hij extra slank af. Nou, deze zit ook lekker. Dat is ook helemaal stretch. Hiervoor is het een vegan leather, suadine-achtig zeg maar. En heel mooi die mat goudkoperen gesp. Nou ja, ik vind dat je die dingen bij heel veel jurken kunt dragen. Of lange truien of wat dan ook. Maar je kan het natuurlijk ook lekker los dragen. Ik doe het altijd allebei. De ene keer draag ik het er lekker los. En de andere keer denk ik, nou hoppatee, die riem eromheen ziet het er net weer wat anders uit. Hier opzij zit een lange split en dat vind ik dan ook wel weer heel erg leuk. Andere kant is hij gewoon helemaal dicht. Er zit een lange mouw in en die mouw die heeft een split hier aan de achterkant. En dan is het eigenlijk ook nog heel mooi om die echt ver om te slaan, zodat je een driekwart mouw hebt. Chop chop. Zo, kijk, dan ziet er dat ook hartstikke mooi uit. Maar los ook, hè. Ik pak voor nu weer even de riem. Dan vind ik er dan net weer waar gekleder uitzien. Of ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk laten zien, zeg maar. En nou is dit een heel lang model, wat ik juist heel mooi vond. Waarbij mag je gerust nog iets langer zijn. En ik ben 1,72 meter. Maar vaak is het dan, oké, wat voor jas doe ik er dan op? Of wat kan ik er nog bij dragen? Nou heb ik natuurlijk die hele fijne fluffy body warmers. Waar heb ik hem? Dit vind ik een modelletje, dat is goud waard. Dat past overal bij. Die zijn 49,95 en die kun je dragen van maat 36 tot en met 42. Hier zit onder een elastische zoom in, wat ik wel heel erg fijn vind. Dan sluit het achter ook altijd mooi aan. Twee nepzakjes, twee echte zakken erin en een ritsluiting erin. Die zijn 49,95. Nou heb ik hem ook. In een nieuwe, iets luxere versie. Die hebben we dan ook gewoon fake vuur luxe body warmer genoemd in een taupekleur. Ja, die is qua vachtkwaliteit net wat
anders dan die andere, waardoor dat die ook 20 euro duurder is. Maar ook mooi die steksels erin en een prachtige kleur, een goudkleurige rits. En deze die heeft dan niet die elastiek eronderin. Ja, dat is ook heel erg mooi. Daar is je wel iets langer door als die andere. Die is 69,95 en die kun je ook dragen. Ja, dat ritsje zal je eigenlijk nooit dicht doen. Met 42 denk ik niet dat je de rits dicht kan. He, dus tot en met 40 gaat makkelijk en 42 als je hem lekker los laat hangen gaat dat ook. En die is dus iets langer dan de andere modelletje. Maar nou is het ook nog vaak zo van oké, wat voor jas ga ik erop dragen? Want een lange jas, daar komt er vaak nog zo'n stuk jurk onderuit. En dat vind ik dan niet zo heel mooi moet ik zeggen. Dus ik heb even gekeken van nou, we hebben dat fake vuurjasje. Ook in die mooie kwaliteit. Dat is ook die extra fluffy kwaliteit, zeg maar. En dan zie je al meteen dat een kort jasje hier heel erg leuk op is. Nou, deze zijn, dacht ik, 79,95. Wat ook weer een hele goede prijs is voor deze jas. En ik heb hem nu aan in maat SM. Maar maat SM kan makkelijk tot en met maat 40. Je hebt ook maat ML. Nou, die kan makkelijk tot 42. Dus het valt iets ruimer als waar de maten op de website aangeven. Hier zitten twee drukkertjes op. En dan kan je hem ook nog zo lekker tot boven dicht doen. Ja, echt een heel mooi ding. 79,95. Maar zeg je nou van, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik ga niet naar zo'n fluffy bontjas rondlopen. Dat kan, hè. Dus dat je wel van de stijl van de jurk houdt, maar je bent niet van de fluffy. Toen heb ik er deze bij gepakt. Ik denk eens even kijken hoe dat daar staat. Ik zal even die mouw naar beneden doen. En dan denk ik, ja, maar dat is ook precies de goede kleur. En door dat parelmoerachtige, ook weer heel mooi. Bij zo'n jurk met riem, leuke laarzen erbij. Dus dan vind ik het ook weer een hele goede match. Het is wat parelmoerachtig. En hier heb je zo'n windvangertje bij de mouwen. Dat is weer heel fijn als je op de fiets zit. Dat de wind er niet in schiet. Een rits erin, heel mooi doorgestikt. Zakken erin. En die hebben we van maat, dan moet ik erom liegen, maat 38 tot en met 44. Maar ik vind winterjassen echt een maat kleiner uitvallen. Je wil er graag een trui onder kunnen doen. Dus ik heb normaal maat 38. Maar met een trui vind ik hem toch fijner in een maat 40. Mijn advies is om een maat groter te pakken dan waar je gewend bent. Maar dat is heel vaak met winterjassen. Bijna alle winterjassen vind ik aan de kleine kant. Of het nou van een duur merk is, of van een betaalbaar merk, of wat ook. Dat maakt niet zo heel veel uit. Nou, deze, een hele mooie kwaliteit, lekker warm jasje, 119,95. En dat vind ik dan ook weer een goede prijs. Ik denk dat wij gewoon goed bezig zijn met het recept. Dus die zijn 119,95. Dan hebben we de nieuwe laarzen binnen, zo'n westernlaarsje. Nou, het zit als pantoffeltjes. Dat komt omdat het een vegan leather is. Vegan leather gaat heel snel naar je voet zitten. Dus je hebt geen moeite met inlopen dat je eerst pijnlijke voeten hebt. Maar wat ook heel fijn is, ze zijn heel makkelijk in onderhoud. Want als hier straatvuil opkomt, kun je dat heel makkelijk afborstelen met een houten afwasborsteltje met water en een druppeltje afwasmiddel. En dan zijn ze weer als nieuw. Met suède of nubekleer, ja, als je daar straatvuil op hebt, ja, dan is het mooi eraf. Dan moeten we dat maar schoon zien te krijgen, maar dat gaat niet lukken. En dat is hier dus wel. Plus, de prijs is natuurlijk veel gunstiger. Want die zijn 69,95. En ik weet zeker, ik heb er thuis best wel wat liggen. Want iedere keer heb ik fotolaarzen hier en uiteindelijk gaan ze dan mee naar huis. Nou echt, je doet er gewoon een paar jaar mee. Dus 1 jaar, makkelijk. Maar ik denk wel 2 jaar. En sommige mensen ligt er natuurlijk ook aan, hebben ze dag en nacht aan. Of gewoon regelmatig aan. Het gaat niet kapot of zo. Het is geen flutlaars, laat ik het zo zeggen. Hier zitten kleine studs op. Mooi die stiksels op de benen. Op de punten ervoor zit geen stiksel, dus er is je mooi glad. En een ritje aan de binnenkant. En ze gaan van maat 36 tot en met 41 en vallen goed op maat. Je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.